We gaan een aantal dingen langs vandaag, dus ik ga zo mezelf nog even iets uitgebreider voorstellen. We gaan het hebben over studeren in Wageningen, op kamers gaan, verenigingsleven en introductiedagen en een beetje over het dagelijks leven. Eén extra dingetje nog, voordat ik dat vergeet. Er worden opnames gemaakt voor vanavond. Dus ja, waar die verder gebruikt voor worden, weet ik ook niet precies, maar dan, nou, dan weet je dat. Verder geen spannende dingen mee, dus dat is top. Ja, dus een beetje over mezelf. Ik ben ooit begonnen op het HBO met de lerarenopleiding biologie. En toen kwam ik er na een tijdje achter dat ik nou ja, toch iets meer had met planten dan met een gemiddelde tiener. Dus toen ben ik de bachelor plantenwetenschappen gaan doen. En nu ben ik bezig met de master plantenwetenschappen. En ben ik inmiddels bezig met mijn thesis, waarbij ik een hele hoop bezig ben met het kijken naar foto's van sla, zoals hier rechts onderin. Dus ja, we komen straks over het dagelijks leven nog wel iets meer info. Maar dan, ja, ik ben Chris trouwens. Nou ja, waarom zou ik kiezen voor studeren in Wageningen? Wageningen is een erg goede universiteit. Dus het is nu voor de 19e keer op een rij uitgekozen tot de beste universiteit van Nederland. Vanuit de studiekeuzegids. Dus dat zegt wel wat in de zin van de studiekeuzegids is op basis van wat studenten invullen. Dus nou, studenten ervaren het studeren hier over het algemeen gewoon als erg positief. We hebben een mooie campus, wordt ook steeds mooier. Dus er worden steeds meer kleine parkjes aangelegd, een beetje groen, een beetje leven. Het is een knus studentenstad, dus er zijn nou, redelijk wat studenten op een best wel kleine schaal. Dus nou, 13.000 studenten, 20% van de inwoners van Wageningen is student. En dat zorgt gewoon voor een leuke studentensfeer. Het onderwijs is best wel kleinschalig en daardoor best wel hoog in kwaliteit. En ik denk dat dat iets is wat vooral in de masters dat je dat ook veel terugziet. Dus we hebben een gemiddelde verhouding van studenten tot docenten van ongeveer 6 tot 1. En vooral binnen een master, omdat je best wel specifieke vakken gaat volgen, je bent toch wel op een redelijk hoog niveau bezig, heb je die vaak met nou, pak een beet 30 mensen, is mijn ervaring. Waardoor je ook best wel makkelijk contact opbouwt met docenten. En dat is weer erg prettig. In de zin van, nou, die mensen die hebben ook later misschien nog leuke thesis onderzoeken of zo, waar je op aan kan sluiten. Verder ben je ook veel bezig met best wel praktische dingen. Wat mij zelf ook wel aanstaat. Dus je, eigenlijk alles wat je leert in de theorie, leer je ook van hoe je toe moet passen in de praktijk. Mochten er trouwens vragen zijn tussendoor, kun je gewoon in de chat stellen. Ik denk dat we er voor nu even aan het einde van de presentatie op terugkomen. Maar dan, ja, dan komt dat wel allemaal goed. Nou ja, wat verder aardig is, is dat je erg veel ruimte hebt voor een beetje persoonlijke ontwikkeling binnen je opleiding. En hoe dat er in een masteropleiding veel uitziet, is dat je, nou ja, dat je toch een deel van je master ook zelf in mag richten. Met de vakken die jij denkt dat veel toevoegen aan jouw ontwikkeling. Daarnaast heb je ook nog ruimte voor specialisatiekeuzes en dat soort dingen. Dus je kan echt een beetje zelf sturen hoe je je leerproces in wil richten. Je kan veel samenwerken. Vooral binnen de masters is dat echt top. Dus als jij binnen de vakken die je volgt, zul je vaak toch zitten met mensen die net een andere opleiding volgen of met een ander perspectief naar problemen kijken. En middels projecten krijg je vaak dat je dan interdisciplinair dus bezig kan gaan met een vraagstuk. En daar met allemaal verschillende oogpunten naar kan kijken. De masteropleidingen zelf zijn allemaal Engelstalig. Dus nou ja, dat heeft ook vooral mee te maken dat de taal en de wetenschap natuurlijk Engels is over het algemeen. Daar mocht je vanuit Nederlandstalig onderwijs komen en je gaat nu dat Engelstalige in. Ervaring leert dat mensen daar redelijk snel aan wennen. Want je wordt er echt veel aan blootgesteld. Dus nou, daar zou ik me niet al te druk om maken. Verder zijn alle masters binnen Wageningen 2 jaar. En vaak zie je dat mensen dan in hun eerste jaar vakken volgen. En in hun tweede jaar hun eindscriptie doen en een afstudeerstage. Nou, verder het leven in Wageningen, dat zit vooral veel samen in studiesport en studentenverenigingen. Zoals ik al zei, Wageningen is een relatief kleine locatie. En eigenlijk veel van het studentenleven hier is een beetje samengeclusterd in verenigingen. Daar gaan we straks nog wat dieper op in.
Nou ja, voor de mensen die op kamers willen gaan, hebben we in ieder geval wat tips voor het helpen met zoeken. Wageningen is in dat opzicht qua bereikbaarheid natuurlijk niet altijd het beste. Met openbaar vervoer kan het een beetje tricky zijn. Dus wat zijn dan makkelijke dingen? Sowieso Roem.nl en Kamernet zijn goed om via te zoeken. Werken allebei met, nou ja, daar moet je wel wat voor betalen. Dus Roem betaal je eenmalig ruwweg 35 euro. Sta je ingeschreven en dan kun je daar langs reageren op huisvesting vanuit Idealis. Dat is de studentenhuisvesting binnen Wageningen. Dus Roem is sowieso een aanrader. Werk wel met een wachtlijst. Dus je zou al kunnen overwegen om je alvast in te schrijven. Je betaalt sowieso maar eenmalig en dan sta je gewoon al wat langer op de wachtlijsten. Daarnaast heb je Kamernet. Dat is natuurlijk, dat is landelijk, particulier. Daar betaal je volgens mij per maand. En daarlangs kun je dan reageren op advertenties van particulieren die hun woonruimte willen verhuren. Verder is Facebook ook duidelijk een aanrader. Dus op Facebook heb je de groep Wageningen Student Plaza en ook daarlangs worden een hele hoop kamers aangeboden. Heeft natuurlijk het voordeel dat het gratis is. Nadeel dat je Facebook moet hebben. En als laatste, studentenverenigingen willen ook nog wel eens wat vastgoed hebben. Dus mocht je lid worden van een studentenvereniging, dan hebben die ook vaak wel huizen waar dan leden in wonen. Dus veel van de studenten wonen ook op kamers in Wageningen. Het is ook wel een aanrader, het is een leuke sfeer. En qua prijzen kom je voor een alleenstaande kamer, dus dan zonder eigen keuken-badkamer, maar gewoon kamer zelf, vaak rond tussen de 250 en 400 euro per maand uit. Sowieso voor kamers zoeken trouwens. Wageningen is relatief makkelijk in vergelijking met de andere studentensteden. Dus dat heb je mee als je hier wil gaan studeren. Dan een beetje over het studentenleven aan zich in Wageningen. Wat kun je er allemaal doen? Nou ja, er zijn dus een hele hoop studenten. Wat er veel gedaan wordt, is bijvoorbeeld dat er nou ja, dingen aan de Rijn gedaan worden, dat daar activiteiten op worden gezet. Vooral als het weer wat mooier is. Nu gaan we natuurlijk weer een beetje de wintermaanden in. Is dat iets minder. Maar we hebben ook een leuk centrumpje met cafés, barretjes. Worden veel pubquizzen gedaan bijvoorbeeld. Het is best klein, maar dat maakt het ook wel leuk. Dus je kent ook vaak wel redelijk wat van de mensen die je tegenkomt. Op donderdagen zijn de open feesten. Dus dat zijn feesten die opgezet zijn door studentenverenigingen. Maar die dan opengezet worden voor gewoon het breed publiek. Dus als je een keertje een feestje op die manier mee wil pakken, is ook erg leuk. En verder hebben we ook ons eigen theatertje, het Unishof, wat ook een aanrader is. Dan qua verenigingen hebben we een aantal verschillende opties. Je hebt studieverenigingen per opleiding. Nou is dat binnen de masters is dat iets minder specifiek. Eén master, één opleiding, één studievereniging. Vaak zie je dat bijvoorbeeld 2 à 3 masters bij dan één studievereniging horen. En die studieverenigingen die organiseren een aantal activiteiten. Een deel daarvan is educatief, dus dat heeft te maken met de vakstof. Waar je bijvoorbeeld aan kan denken, en wat voor masterstudenten vaak wel interessant is, is lunchlectures. Waarbij mensen van bedrijven langskomen en wat vertellen over nou ja, hun bedrijf. En op die manier kun je dan een beetje kennis maken, laagdrempelig met het werkveld. En ook alvast een beetje zoeken naar eventuele stagelocaties. En daarnaast doen studieverenigingen ook gewoon een hele hoop van de gewoon gezellige activiteiten. Dus een keertje poolen of een keertje bowlen, een feestje. Dat kan ook allemaal via die route. We hebben ook studentenverenigingen. Dat zijn wat meer de gezelligheidsactiviteiten. De studentenverenigingen zijn ook niet verbonden aan één opleiding, maar over meerdere opleidingen gespreid. En is een leuke manier om gewoon mensen te leren kennen en binnen Wageningen. Mocht je meer met de internationale crowd om wil gaan, dan hebben we ook 2 internationale verenigingen. En daar zijn internationale studenten welkom. Maar ook als je niet internationaal bent, zijn daar leuke activiteiten. En is het zeker de moeite waard om een keertje te kijken. Als laatste hebben we dan nog kleine verenigingen, sportverenigingen en kleine sportverenigingen. Dus qua kleine verenigingen, eigenlijk voor iedere hobby die je in kan denken, is inmiddels wel een vereniging opgericht. Dus ik weet dat er bijvoorbeeld bordspelverenigingen zijn. Er zijn verenigingen. We hebben een zwerkbalteam, volgens mij al best wel een tijdje. Dus er zijn best wel wat opties om naartoe te gaan. Ook een hele hoop dingen met muziek, orkesten en dergelijke.
Binnen de sportverenigingen, die zijn aangesloten vaak bij de Bongert. Dat is het sportcentrum van de universiteit. En voor ruwweg 100 euro per jaar heb je daar sportrechten. En je kan dan ook nog je bij een vereniging aansluiten die specifiek één sport beoefent. Dus zoals al gezegd, ongeveer 120 euro per jaar. En voor die 120 euro kun je sowieso squashbaden afhuren. Je kan op bepaalde uren in het zwembad zwemmen. Je kan de sportschool in. En je kan je ook inschrijven voor een hele hoop cursussen. Dus er zijn bijvoorbeeld cursussen voor Zumba dansen, ballet, van alles en nog wat. En daarnaast heb je dus dan binnen verenigingsverband dat je nog een specifieke sport kan gaan beoefenen. Dus wat is het studentenleven voor mij een beetje in Wageningen? Ik ben zelf vooral veel actief binnen verenigingen. Dus ik doe een hoop binnen mijn studievereniging. Ik zit zelf dan bij de plantenvereniging. Waarbij ik bijvoorbeeld dan meehelp met open dagen en dat soort dingen. Of het ontwerp van de nieuwe verenigingstrui. Daarnaast ben ik onder enige peer pressure van mijn vriendin inmiddels ook lid van een stijldansvereniging. De Wageningse Universiteit Ballroom Dance Association. Ook erg leuk. Vanuit mijn ervaring is studententijd ook echt een leuke tijd om te beginnen met nieuwe dingen, nieuwe sporten. Want zoals bijvoorbeeld met die ballroom dance kun je dan ook wel bij een vereniging aansluiten waar allemaal andere beginners zitten die er ook nog niet zoveel van bakken. Dus spreek mij erg aan. En daarnaast, ik woon zelf in Bennekom, dus ik zit lekker dicht bij de Veluwe. Dus ik breng ook wel redelijk wat van mijn tijd op de hei door. Als je dan iets meer kennis wil maken als nieuw student met het studentenleven binnen Wageningen, dan kan ik zeker de Algemene Introductiedagen aanraden, de AID. Een heel groot deel van de nieuwe studenten doet daar aan mee. En zij is ook specifiek voor masters zijn er groepen. Dit jaar is die van 16 tot 21 augustus. En het leuke eraan is dat je gewoon op een best wel laagdrempelige manier kennis kan maken met de universiteit. Maar ook met de stad Wageningen en een beetje op campus, wat is er allemaal te doen. Ook veel verenigingen zijn daarbij betrokken, dus die introduceren daar dan hun dingen. Het is wel echt vanuit de universiteit georganiseerd, dus er zijn geen ontgroeningen of dat soort dingen, daar hoef je niet druk om te maken. En qua groepen heb je dan, zit je meestal met 10 tot 12 personen in een groep waarmee je die introductieweek volgt. En je hebt dan een aantal studenten die dan al wat langer in Wageningen studeren, die groep begeleiden. Mocht je nou zeggen van, ik vind het heel leuk om overdag mee te kijken, maar niet met het avondprogramma, dan is daar ook nog een optie voor. Dus zeker de moeite waard om even naar te kijken. Is een erg leuke manier om een beetje kennis te maken met het studentenleven. Voor de info verder van alle masters, er staat scan de QR-code, maar ik denk dat een link misschien net zo makkelijk is. Mocht je nog wel dingen terug willen zien, kun je straks in de chat even vragen. Alle info voor de master staat op studie.wur.eu. En ook voor de meeloopdagen kun je terecht op de WUR-website. Dus bij meeloopdagen kun je dan gewoon, veel mensen zullen bij de bachelor wel een keertje gehad hebben misschien. Maar dan kun je met een student die de master volgt, kun je gewoon een dagje meelopen en wat vakken volgen. Dat was het van mijn kant. Zijn er vragen vanuit de groep? Een van mijn collega's, Luisa, die is ook aanwezig. Dus die kan ook nog hier en daar wat vragen beantwoorden, als er interesse is. En anders, heel veel plezier verder nog vanavond met een online open dag. Hopelijk kunnen jullie een beetje wat leuks vinden. En misschien tot ziens. Yes, thanks Chris. Tot zover zijn er nog geen vragen in de chat. Als jullie vragen hebben, stel ze dan gerust. Wij zijn hier om ze te beantwoorden. Oh, sorry. Er was een vraag. Oh, ik heb net de chat weggedrukt. Dat is een beetje onhandig. Oh ja, ik zie inderdaad dat we hebben sowieso iemand die vraagt, is het mogelijk om in Nijmegen te blijven wonen en elke dag op en neer te gaan? Specifiek vanuit Nijmegen is dat best prima te doen. Ik ben toen ik net begonnen ben met studeren hier ook vanuit Nijmegen op en neer gegaan. En dat, ik denk dat je vanaf het Centraal Station ben je binnen een uur ben je op Wageningen Campus. Dus zeker voor het begin is dat prima te doen en ook langer termijn zeker te regelen.
Ja, zeker. Ik ken ook mensen inderdaad die het vanuit Utrecht Nijmegen doen. Dus het is zeker mogelijk. Maar ik zou het zelf niet aanraden. Maar goed. Dan iemand die vraagt of we de eerdere sessies terug kunnen kijken. Dan kijk ik jou even aan, Louise. Weet jij dat? Dat weet ik eerlijk gezegd niet zo goed. Ik weet dat de algemene sessies, dus deze sessie, de HBO naar WO sessie van zometeen en de sessie voor internationale wordt opgenomen, maar de sessie specifiek van de studies geloof ik niet. Maar ik ga het even navragen aan mijn collega. Ja, hi. Hey, ja. Random vraag misschien, maar hebben jullie tips voor het kiezen van de master? Want ik zit nou te juggelen met 5 verschillende masters, maar ja, Herkenbaar, ja. hoe wordt dat voor jullie, zeg maar? In welke hoek zit je een beetje te denken? Heb je al enig idee of is echt nog alles open? Ja, ik denk aan, zeg maar. Ja, iets aardrijkskundig, zeg maar, en dan op het gebied van duurzaamheid en een beetje een groter niveau. Dus ik denk erbij aan land- en waterbeheer, of development management, of zelfs in voedsel ook heel interessant, dus resilient farming. Maar het is denk ik gewoon even zaak om binnen die dingen even te kiezen van ja, wat is de kern van. Waar ik nu behoefte aan heb, ik wil. Ja. Daar komt denk ik op neer, maar ik vroeg me even af hoe dat voor jullie was. Ja, ik moet zelf zeggen, ik heb gewoon de normale doorstroom gehad. Dus ik heb de stroom voor de master in ieder geval niet gehad. Ik kan je in ieder geval aanraden om op de site te kijken van die Chris net niet zien, studie.wur.eu. Daar staat van alle studies die jij potentieel interessant zou kunnen vinden, heel kort en bondig samengevat, wat het nou precies is en een beetje wat de verschillen zijn. En mocht je dan nog twijfelen tussen bijvoorbeeld twee of drie, dan zou ik misschien contact opnemen of met een student, met een studieadviseur, of bijvoorbeeld één op één meelopen. Ik denk dat je dan toch het beste, ja, echt het verschil kan ervaren. Ja, precies. Ja. Oké. Ik Nee, hoop dat het ik je weet verder niet of. helpt. Er zijn namelijk nog een paar andere vragen, anders zou ik je graag meer info nog willen geven, maar Nee, ik weet waarom het doen staat. Dank je. ja, blijf anders straks nog even hangen. Ik denk dat het niet meer heel lang duurt als je wil. Dat is in ieder geval mogelijk. Ja, misschien. Oké, let's Ja. go. Milou vraagt waar ze de opname kan vinden van HBO naar WO. Nou, die kan je nog niet vinden, want die presentatie is nog niet geweest. Die start om 6. Dan ja, gaan we die presentatie doen. Dus dan kan je gewoon ja, live komen als je tijd hebt. En die presentatie wordt anders wel opgenomen. Dus die kan je ook terugkijken. Ik heb het nog even aan mijn collega's gevraagd. Helaas zijn de prestaties van de masteropleiding worden niet opgenomen. Dus die kunnen we, ja, jullie helaas niet aanbieden om terug te kijken. Er is nog een vraag van Rosalie. Is het voor masterstudenten ook makkelijk om bij een studentenvereniging aan te sluiten? Of zit dat voor een groot deel tussen de bachelorstudenten? Als jullie dat ook een beetje weten. Ja, zal ik deze nemen, Chris? Sorry, ik Ja, ben even jij is vandaag. meer in het studentenvereniging. Ja, ik heb zelf vandaag niet meer bij een studentenvereniging gezeten, een van de grotere. Het is wel waar dat het iets gebruikelijker is onder bachelorstudenten. Dus de gemiddelde student is toch inderdaad net wat jonger. Maar er zijn zeker ook masterstudenten die nog lid worden, die dat gewoon nog leuk vinden om te ervaren. Dus het is zeker niet gek. En ook omdat toch best wel veel studenten ook kiezen voor nog een tussenjaar of net wat uitloop hebben, ja, zijn er ook gewoon net wat oudere studenten bij de studentenvereniging. Dus ja, mocht je dat willen, is de AID, dus de Algemene Introductiedagen, denk ik een heel goed moment om dat te ervaren voor jezelf. Ja, en mocht je bijvoorbeeld bij andere verenigingen, als je richting de studie- of sportverenigingen gaat, heb ik dan wel wat meer ervaring mee. Daar zie je ook wel het leeftijdsverschil, dat daar best wel veel gradatie in zit. En dat er ook echt wel oudere mensen lid zijn. Ik zit in een sportvereniging met een aantal PhD'ers. Dus Ja. er zit best wel wat. Je Ja. kan echt wel wat vinden wat wel aansluit, laat maar zeggen. Ja. Goeie. Nou, Rosalie zegt vind ik leuk. Denk ik ook. zijn er nog andere vragen?
Even wachten, maar ik denk het niet. Als zo niet, voel je vrij om rustig door te gaan naar de andere dingen. Of nou, de meeste mensen zullen vanuit thuis kijken om even een kopje koffie of thee te zetten. Ook een Yes. uitstekend moment. Nou ja, of heel vroeg is. Nou, iemand zegt bedankt voor de info. Nou, graag gedaan. We zijn hier natuurlijk voor jullie. Nou, ik denk als er geen vragen zijn, dan kunnen we stoppen, Chris. Zijn we lekker vroeg klaar? Ja. Bedankt voor de interesse. Was de studiekiezer nog geïnteresseerd in de voortzetting van het gesprek? Nee, dankjewel. Nee. Oké, okay, top. Succes, iemand. Oké. Moet Oh, Leonine al wil nog wel wat. blijven. Nou, ik stop de recording in ieder geval. En dan kun je nog even blijven hangen als jullie willen. De rest kan lekker gaan. Joep, top. Nee, ik moet.